U bent de buren van een huis wat nogal in verval is geraakt. Hoe komt het? De eigenaar heeft dit in 2008 gekocht en toen is hij met Polen aan het werk gegaan en grote verbouwing uitbouwen, bovenbouw, van alles en nog wat. Maar nu is er geld op, want zijn eigen huis raakt hij niet kwijt. Hij woont zelf in de Bos- en Vaartstraat en dus nu staat het al jaren stil. U ziet hier ook niemand meer komen om Nee, iets te doen? nee, nee. Het laatste, ik dacht dat het begin vorig jaar was, heeft hij zijn voortuin laten bestraten. Omdat de buren dus klachten hadden, want het onkruid stond nou 1,5 à 2 meter hoog. En het waait natuurlijk door de hele straat, dus iedereen had last van onkruid. Dus dat heeft hij wel laten doen, daar heeft hij wel gehoor aan gegeven. Maar verder staat het gewoon stil. Wat hebben jullie voor overlast zelf? Wij hebben heel veel overlast in de garage gehad. Het water liep langs de muur. Hierachter hebben we ook heel veel waterlast, overlast gehad. Dus mijn man heeft een drainage neergelegd en een randje beton gestort. Want hij heeft dus een betonnen plaat achter in de tuin laten storten, toentertijd. Want er zou een hele uitbouw komen van keuken, woonkeuken. Maar ja, er zit geen afvoer aan het huis. Dus al het water klettert zeg maar op die betonnen plaat. En dat loopt bij ons in de tuin. Dus we hadden hier net een rivier. Dus mijn man heeft dus drainage aangelegd met een put en een betonrand dus gestort om het tegen te houden. En ik heb heel veel spullen weg moeten gooien uit de schuur en garage. Dus Vanwege schimmel. jullie hebben eigenlijk onkosten gemaakt omdat de buren niks aan hun huis doen. Klopt, ja, klopt. De andere buren hebben al een paar keer een brief en telefonisch contact gehad met de gemeente. Maar ja, zolang hij zijn financiële verplichtingen nakomt, kunnen ze schijnbaar niks doen. Als hij gewoon zijn hypotheek betaalt, dan staat gewoon weg te rotten nu. Het is gewoon zonde ook. Ik weet niet hoe dit af gaat lopen, echt niet.